Christophe, ik heb voor jou de prijs voor de eeuwige twintiger uit de Vlaamse showbiz. Want jij bent al 20 jaar bezig, maar ja, je ziet er nog altijd 20 uit. Hoe kan dat dan? Ja, ik weet niet. Volgens mij een hele goede dokter. Hè? Nee. Weet je, muziek houdt u jong, dat is bewezen. Dus ik denk dat het daar zeker mee te maken heeft. Wat ben je daarmee bezig? Productjes, smeren, ja, sporten, gezond eten? Gezond eten, dat gaat niet. Door het feit dat ik veel te onregelmatig leef. Ik ben van de middag vertrokken in Rodos. Want ik was mee met de VTM-cruise. Ik ben nu hier. Vannacht moet ik nog om 12 uur in Aarschot staan. En morgen vroeg vertrek ik al naar Duitsland. Dus ik slaap al aan de luchthaven. Dus ja, dat is dan tussendoor een hap hier of een hapje daar. Dat is heel onregelmatig. En op de luchthaven zijn dat niet altijd de meest gezonde voedingen die je daar vindt. Maar sporten probeer ik tussendoor te doen. En vooral, ik ben heel veel met mijn uiterlijk en verzorging bezig. Ja. Wat veel belangrijker is, wie mag er voor jou de Radio 2 Zomerhit winnen? Wel, iemand die eigenlijk ook dit jaar terug, voor de zoveelste keer op rij, een heel grote indruk op mij heeft nagelaten, is nog altijd een diva in Vlaanderen waar we heel trots mogen op zijn. En die het ook ongelooflijk goed doet in het buitenland. En dat is Kate Ryan. Radio 2 Zomerhit 2011. Stem voor jouw favoriet op radio2.be.